Joel en ik zijn hier vandaag in Merelbeke, een jeugdverblijf in Berg. Er zijn ongeveer 700 jeugdverblijven in heel Vlaanderen en Brussel. Je ziet dat ze zich klaarmaken voor de zomer. Ik ben ervan overtuigd dat het een fantastische zomer gaat zijn. Ze zijn er in elk geval hier klaar voor. Ja, ik ben heel blij dat ik hier vandaag met mijn collega Benjamin ben. De jeugd verdient vakantie. Ze hebben heel lang moeten wachten. En vanaf 1 juli is het zover. En ik ben al mijn collega's ook in de Vlaamse regering dankbaar dat we 12,1 miljoen hebben kunnen vrijmaken om die jeugdverblijfscentra, om die ook een toekomst te blijven geven in Vlaanderen.